Hallo Spencer, Bergvist op Gamers, een nieuwe aflevering van Uncharted 2 Among Thieves. Oké, ik heb het zoals jullie neergezet een hele kamp heen. Borneo. We hebben eindelijk een echt wapen. We moeten explosieven van onze goede vriendin Chloe af laten gaan. Nou, ze is niet echt onze beste vriendin als je de vorige aflevering gezien hebt. Soort van niet-spoiler. Een terugdenkende spoiler met terugwerkende krachten. Als je de vorige aflevering niet hebt gezien en de serie van laatste tot de eerste part kijkt, is het zeker weten een spoiler. Dus pas daarmee op. Kijk de serie gewoon van 1 naar 40. In plaats van 40 naar 1. Ik denk dat we wel onder 40 parts kunnen komen. Nou ja, ik speel ook op medium. Dus kan ik heel vaak doodgaan. Daar kan het zeker ook nog aan liggen. Als het goed is, zie je al de knipperende groene lampjes. En zoals deze. En dan moet je hem eventjes aanzetten. Daar is hij. Tik, 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 tik. Oké. Dat is één. Deze staat scherp. Niet op de knop drukken. Deze. Oh, dat soort droge dingetjes er weer. Dat soort, ik blijf altijd maar zeggen, dat spel is grappig, want de dialogen zijn zo leuk. Ik vind de dialogen gewoon leuk, het is echt mijn humor, weet je. Iedereen heeft zijn eigen humor, dit spel heeft gewoon mijn humor. Weet je, daarom hou ik zo erg van dit spel. Er zijn heel veel mensen die, ja. Het is wel echt een van de spellen toen de PlayStation 3 nog niet zo heel erg lang uit was en dit spel uitkwam, was het echt van, dit is een van de beste PS3 spellen. Toen was het toch heel veel van, nou, koop een PS3, ik krijg Uncharted 3 erbij en nu Uncharted 2. Maar nu, vandaag de dag, met Call of Duty en Black Ops, je hoort echt heel weinig over Uncharted. Behalve als je natuurlijk een fan bent zoals ik, dan zie je Uncharted overal, maar in principe is Uncharted niet echt een van die games die wij echt in ieder gameblad over horen. Nou, eigenlijk wel als het uitkomt en zo, maar het is gewoon een vet spel. Laten we daar houden. Ik vind het underrated alsnog. Je hoort er niet te veel over. Ik speel liever lekker Uncharted de storyline dan Call of Duty bijvoorbeeld. Ondanks dat de Call of Duty storyline ook heel goed is, hè. Vooral die van Modern Warfare 2 vind ik gewoon awesome. Van Modern Warfare 3 vind ik minder, om een of andere reden. Nou, kom op patrouilles, waar zitten jullie dan? Ja, precies. Mooie uitspraak. De hoeren meegenomen naar de kerk? Waarom niet? Ja, precies. Dat doe ik ook altijd, weet je. Hoeren meenemen naar de kerk. Is gezellig. Gewoon gezellig, weet je. Nou, hebben ze dus even pech. Zachtjes. Ik hou van zacht, 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 zacht. Bikkel, bikkel, zacht. Oh, daar heb je ze. Nee, man. Oh, god, ik ben aan dood gaan. I'm dying. Oh my god, I'm dying, I'm bleeding, ik bloed. Mommy, help, heb ik al granaatjes? Nope. Oh, maak jij eens mij dood, Flynn. Vond er niet nog een vent achter ons net? Is hij dood? Nee, hij leeft nog! Slaan, break, map hem voor ze. Gemene, bolle bakkes. Hoppa, die is dood. Daar hebben we geen last meer van. Oké, zo te zien dat ik beter makkelijk difficulty kunnen kiezen. Voor mij kun je difficulty sowieso op ieder moment al veranderen in de story mode. Weet niet zeker. Kan dat? Nope. Misschien even kijken of het kan met opties. Ga even checken of het kan. Zijn niet bij besturingen denk ik. Nou oké, het kan dus niet. Haha, leuk. Gelukkig heb ik het spel uitgespeeld, dus ik kan in ieder hoofdstuk weer beginnen. Dus stel dat we echt niet verder komen, dat het te moeilijk is wat ik denk wel moet lukken. We hebben gewoon misschien een faalaflevering waar we een hele aflevering bij één ding bezig zijn. Dat kan helemaal gebeuren. Het is sowieso een strategisch spel, dus als je wil kun je achter iedere muur blijven staan als een stomme camper, maar zo ben ik nou helemaal niet, weet je. Het is meer dat ik heel impulsief ben en overal langs ren, zoals Sparta! Dus ja, in principe is het makkelijk te doen, hè. Oh! Wie denken jullie wel niet dat jullie zijn? Hoppa, voor zijn smoeltje. Laat even wegrennen, Drakey. Drake, ik zou wegrennen. Oké, ik sta hier veilig achter deze boom, dacht ik. Oké, even achter deze boom staan. Achter de boomstam. Goed zo, Drakey. Oké, we komen weer een beetje bij zin. Ik kom gewoon even een lijk voorbij drijven. Zo'n, hallo jongens, ik ben een lijk. Ik drijf in het water. Gezellig voor jou. Die man is een snel, gemeen, hard oude wapentje. Laten we hem eens even doodmaken. Sorry meneer, het ligt niet aan u, het ligt aan mij. Klik. Nu een magazijntje erin. Zo doen we dat. Zijn er nog meer mensen die dood willen? Die man zit daarmee te slapen tegen die boomstronk. Wat een luiert. En ja, Sully heeft nu seks met hem of zoiets. Het lijkt best alsof hij aan het drukken was, als je nu even terugspoelt. Maar hij lukt niet lang meer, want hij is best wel dood. En daar doen we het om. Even wat ammo van hem pakken. En die man uit de wijze of hij aan poep is. Meneer, niet poep op die berg. Dat is mijn berg. Die berg is ook van uw vrienden. Uw vrienden vinden het niet leuk als u op de berg poept, waar zij ook proberen te poepen. Dat geeft hen geen rust. Geen ammo voor jou, zegt het spel. Fuck jou. Geen ammo voor jou. Slingeren. Maar als jij het zegt. Jij misschien. Ja, precies, ja, als jij het zegt. Okay, dan. Wacht even opa, ik zoek wel een andere weg. Opa er weer, die opa er weer. Een kruiwagen met poep, gewoon random. Een kruiwagen met poep. Waar moet je hier, oh je moet op die balk. Oh, ik heb het al gevonden. En de mooie spotlights daar, we zijn een film aan het opnemen geloof ik.
Hey, nee, dan even meewerken nou. Precies. Hop. Oh, oké, zetten. Hoppa. Hallo mensen van de filmset, hoe gaat ie hier dan? Hoe is het goede leven? Oh, sorry! Oh, kut! Ik heb de film verpest, Nou, why? We waren dan wel de nieuwe Harry Potter film aan het opnemen. Harry Potter in the Jungle. Of zoiets. Oh, je kun je gelukkig niet vanaf vallen, dat scheelt. Gaan we deze dingen ook omgooien? Omdat we gewoon zo badass zijn. Van, hoppa! Oh, sorry! Nou, de physics in het spel werken tenminste wel. Ik heb ze even getest zojuist, 5 seconden geleden. Dat is een goede physics hoor. Nou, even die steen duwen. Ik leef met je mee, Drake, is een zware steen. Hoppa, wat? Oké, komt u maar. Je maakt er bijna deze kant nog moeten. Ja, bedankt Knul. Hij noemt je altijd Knul, dus daar moet je wel aan werken. Nee, je zou nu vlakbij opgraving 1 moeten zijn. Opgraving 1? Wat is dat nou weer? Is die wel een boomstam? Is dat een opgraving? Nee, dat is een boomstam. Oh, kut. Ze hadden al terug moeten zijn. Oh, ze hebben het over je vriendjes. Ja, je vriendjes zijn een beetje vermist, denk ik. Want ik heb ze doodgemaakt. Sorry, man. Ik wou je vrienden niet doodmaken. Maar ze waren aan het schieten met wapens en zo. Hou ik niet zo van. Weet niet van gediend, weet je. Ik heb gewoon zin om een beetje voor zijn bakken te slaan. Dat is leuk. Ho, meneer heeft een automatisch wapen. Niet voor lang. Ho, nog meer. Trubbish. Als ik een Pokémon was, was ik een Trubbish. Bam. Kees. Duk, Rick, Kees. Zijn minst favoriete Pokémon van alle Pokémon is de Trubbish. Punt. Meer heb ik niet over te zeggen eigenlijk over Trubbishen. Leeft hij nog? Of is die man gewoon seks aan het met gras? Meneer, even stop met seks aan het gras. Oh, daar is het gras niet van gediend. Oh, ja. Kom even een beetje deze kant op. Ja, dat goed. Waar is die man nou heen dan? Oh, daar is hij. Waar is zijn kopje heen? Dat klopt. Heb je au? Oh, sorry. Heb ik al andere wapens? Nee. Nu wel. Een AK-47. Waarom niet, weet je? YOLO. Ik gebruik de AK-47, want YOLO. Zometeen krijgen we als het goed is ook granaten. Bommen en granaten. Dat is een kuifje reference. Jullie moeten in de buurt van de eerste kamp zijn. Oké. Als jij het zegt, Chloe. Vier ladingen ingeplaatst. Maar jullie moeten ladingen. De kamp schoonvegen voordat je ze op scherp kunt. Nee, dat zullen we wel zien, Chloe. Ik zet ze gewoon op scherp terwijl ik gewoon iedereen aan het doodmaken ben. Dat kan ik gewoon. Nee, dit is een punt waar ik op easy zelf ben doodgegaan. Dus het wordt nog... Ben je er klaar voor? Kom op maar. Dat is geen, die zin loopt niet lekker, weet je. Maar verruiden maar. Oké, okay, laat die man even door zijn koppeltje heen knallen. Ho. Ik laat me niet doodmaken met deze ene vent. En mijn halve AK allemaal is nu leeg. Niet erg hoor. Wie zit er met schieten dan? Was jij dat, sorry? Ik ga een beetje voorzichtig doen. Heel voorzichtige jongens. Voor de mensen die mij kennen, ik ben altijd voorzichtig. Ik zou niet durven onvoorzichtig te zijn, dus ja. Ik ben een beetje scheef volgens mij met dit spel. Zo zou je het kunnen noemen, maar die AK die is ook heel erg onstabiel hoor. Je kan niet even lekker stabiel mikken ofzo. Nee, dat kan die gewoon niet. Gewoon een beetje een hater, een beetje een trollwapen. Achter dit karretje. Karretje is meer een tonnetje. Voor mij heb je ook heel veel dekking in dit spel die je kapot kan schieten. Dat is best wel irritant. Maar het is wel realistisch. Bij James Bond spelen ze soms, ik zit achter een houten plank. Nu kunnen kogels maar niet raken, weet je wel. En nu schieten ze gewoon dat tonnetje aflarden en dan ben je de lul. Eens even kijken. We gaan dat even aanpakken dan. Oh ja, sorry, bedoelde ik het niet. Oeh, een vest, dat is mijn favoriete wapen in dit spel. Laat hem gauw pakken. Oh, nee, sorry, dat bedoelde ik het niet. Dat is wat mensen doodmaken, zo te zien. Sorry, weer al, ik zeg graag sorry in dit spel. Oh, sorry dit, sorry dat. Weet je, het leven is er om excuses te maken. Het leven is er om fouten te maken, maar bied dan wel even excuses aan. Die is dood. Hebben we geen last meer van, dat scheelt. Oh, hoi. Meneer, een beetje mijn last gevallen. Oh, kut. Granaat. Bam. Auw. Oh. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Wacht, dit is wel leuk. We kunnen ook gaan sneaken. Waarom sneaken we eigenlijk niet, Rick? Goed idee. We kunnen ook gewoon iedereen zijn nek breken hier. En gewoon niet gevonden worden. Laten we even kijken hoe lang we dat volhouden. Niet lang. Sowieso maar enkele seconden. Dan kunnen die man door zijn kop heen knallen. Misschien is hem even één kogel uitstaken. Maar hij komt wel deze kant op. We gaan gewoon... Kijk hoe awesome mijn sneak skills zijn, die echt totaal niet bestaan. Ik vind het woord sneak skills en Rick gaan sowieso niet samen. Hoppa, in je ballen! Vechtersbaas. Waarschijnlijk krijg je die voor 5 sneaks of zo, ik weet niet. We hebben hem tenminste. Er is nog een man van berg, vindt hij leuk of zo. Kijk. Rick sneakte als een baas, jongens.
Heeft Rick ooit zo hard gesneakt? Waarschijnlijk niet. Oh, ik wist niet dat die er was. Sorry meneer. Die de Rick. Oh, maak hem dood, zul. Wees geen zul, maak die meneer dood. Die is niet meer licht. Oké. Even kijken, waar zijn de explosieven eigenlijk? Van die mooie knipperende groene lampjes. Nog nergens, oké. Ik wil sowieso over die Wes pakken die hier ligt. Een Wes is mijn favoriete wapen ever. Dat is echt zo. Je kan zeggen dat het niet zo is, maar het is gewoon zo, weet je. Ik heb hem nog niet gepakt, jammer genoeg. Ik kan beter met kleine wapens schieten, ben ik veel beter met die AK. Oké. Rick, je moet eigenlijk je dekking zoeken, anders ga je dood. Oké, vooruit dan maar. Rick, omdat je het zo aanraadt, zoek ik even mijn dekking op. Ik ben echt... Mijn sensitivity is eigenlijk net voor mooi iets te hoog, waardoor ik heel erg misschiet en zo. Zo, oh, granaatje. Bof. Oké, die granaat is een beetje gevaarlijk. Het is een gevaarlijke granaat. Oké, maar ik leef nog. Most important of all. Oh, gewoon even fikkie naast me. Gaat dat nog ontploffen? Ik kijk het echt met een heel raar hoofd aan van... ik weet het er net nog niet. Het is wel een goed fikkie tenminste. Laten we daar bouwen. Een van de beste fikkies van mijn leven. Oké, nou heb ik het gehad met jou, granaat. Hoppa. Geen last van. Oh, Dre, laat je even pakken. Meneer, sla op. Kijk. Een trap vol in zijn gezicht. Dat is mijn favoriete aanval. Als je iemand al kogels hebt gedaan, damage heb gedaan met kogels, niet kogels heb gedaan met damage, damage heb gedaan met kogels, en je gaat dan op ze af om te vechten, dan kun je ze in het gezicht trappen, dat is echt fucking awesome. Deze mannen hebben van mij dubbel zoveel leven, als je met ze vecht dan sla je eerst het hoedje eraf, of ze net een andere. Als je met ze vecht dan sla je eerst één keer het hoedje eraf, en dan, oh god. Granaat! Oké, we leven nog. Even een laaien, Drakey. Ja, over goede bakken snallen. Hoppa! Jij... dood. Jij dood. Op. Jij dood. Gaan nu. Zo. Probleem is wel, je hebt niet echt een checkpoint. Dus als je dood bent, dan mag je wel weer het hele stuk opnieuw doen. Vanaf het stuk dat je begint in het kamp. Maar vind ik niet zo heel erg. Dat is wel te doen, weet je. Alleen die granaatjes gooien. Vind ik niet lief, weet je. Je had ook wat liepers kunnen gooien. Gewoon een teddybeer van... Rick, teddybeer van onderen. Oh, blaas hij naar zichzelf op met een granaat? Schiet. Maar ook een beetje in mijn hol. Hoppa. Wat is nou een sliding? Fucking cool. Oké, nou moet ik toch even over naar de iets bruisere manier. De AK-47. Of het is een 74. Je hebt altijd van die haters. Dit is een AK-74. Ik heb geen idee. Het boeit me ook niet al te veel, weet je. De beste manier om dat probleem op te lossen is gewoon het je niet laten boeien. Meneer! Stop even met achter een tonnetje zitten. Ik vind het niet zo leuk. Nou is persoonlijk. Oh, een mos. Dat is mijn ene favoriete wapen. Nee, serieus. Allemaal favoriete wapens. Gewoon meteen in het begin van het spel. Hoppa, over mijn nek heen. Voor mij kun je niet al te veel wapens bijhouden. Precies, ik heb nou mijn mos ingewisseld voor mijn AK. Ik kan mijn kleine wapentje even inwisselen voor dat wapen dat hier lag, die Wes. Dat is een soort van vergelijken met de Python in Call of Duty. Black Ops dan, hè? Wel een Black Ops. En zie je nog de Wes, ja. Dat zijn allebei gewoon wapens die waar ze in één schot mee dood zijn eigenlijk. Zijn van die bam dood wapens. En dat zijn mijn favoriete soort wapens. De wapens die gewoon hoppa dood. Nee, ik word niet de Defender. Kut wapen, man. We moeten nog 3 explosieven activeren. Nice. Ik ga dus sowieso proberen heel veel de mos en dat andere ding te gebruiken, deze 2. Gewoon omdat ze fucking awesome zijn. Staan krijg ik niet te veel ammo voor, maar... Zo... Nog maar 2 te gaan. Ja, ik kan heus wel tellen hoor. Er staat zelfs een dingetje rechtsboven. Zie jij die niet rechtsboven of zo die teller? Ik wel tenminste. Ammo. Zo, voor de mos. Laten we eens even deze erbij pakken, want die kan veel beter met mikken. Weet je, zit hier ergens nog zo'n mooi lampje? Zit hier nog een trappetje omhoog? Ik weet niet of we daar nog wat aan hebben, laten we het gewoon even doen. YOLO! Want we gaan dat trappen. Oké, nou. Klimmen maar. Ik ben een aapie. Nee, timer! De tijd is niet voltooid. De timer is voltooid. De tijd niet. Daarom. Is de tijd niet voltooid. Hoppa, free fall in. Oké, dan moeten we heen. Wow. We hebben nog niet alle explosieven geactiveerd. Sorry, dude, je hoeft niet zo boos te doen. Jemig. Laten we even die andere lampjes opzoeken dan. Eens even kijken. Dat is gedaan. Nog meer lampjes die zich willen melden bij de zielige lampjes Bali. Nee toch? Oh, daar is er nog eentje. Hop, te flop, te bedupsen. Zo, jij staat ook uit. Oké, die zal hier wel ergens zitten ofzo. Hallo lampie, hallo, bent u daar? Echt, waar zit die laatste dan? Wat is mis met hem? Hier ergens dan misschien? Misschien, een klein beetje.
Ik haat dus het commentaar dat je iets moet zoeken en dan kun je niet echt goed commentaar opgeven, hè. Science zal hier wel ergens zitten. Dat moet toch ergens zitten? Ja, Rikker moet inderdaad ergens zitten. Maar waar? Dat weet ik niet. Als ik het wist, had ik het jullie graag verteld. Maar ik weet het niet. Misschien gewoon aan het begin hier ergens. Zo van, hier heb ik nog weinig explosieven geplaatst. Oh, nou, daar al eentje. Ik hoor iets. Daar is hij. Gevonden. Tik, 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 tik. Okay, mooi. Gezellig. Ik bedank voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we meneer Lazen bezoeken. Vooral dat bezoekdeel. Wij zijn met automatisch opslaan. Eén momentje. Nou, eigenlijk gewoon een momentje. Het zijn niet eens één momentje. Ze kunnen niet tellen. Misschien wou ze wel twee momentjes aan me geven. Maar nee, ik accepteer alleen één momentje. We gaan even kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met een Charter 2 en Monkey. En ja, dan gaan we die laatste reden. Dan gaan we fik. Dan gaan we gewoon eventjes een lesje leren door gewoon zijn kamp op te blazen. Niet dat er nog mensen in het kamp zitten, dus heeft weinig zin. We blazen gewoon een paar tonnetjes op en wat wapens. Dat is niet heel erg of zo, maar... Alsnog is het een groot probleem voor die lasse-rasse-rasse-fik. Dus dat is gewoon feestie. We gaan kijken van deze aflevering. Volgende aflevering moet alles opgeblazen worden. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Dan zie ik bij de volgende aflevering van de Charter 2 en Monkeys. We gaan kijken tot de volgende aflevering. Doei!